D5 TV strak in de allermooiste trainingspak. Abonneren, prijs de heren. En zoals altijd, als je dat doet, hopelijk zie je mij in andere kleren. Gun het mij, gun het mij. Patrick, abonneren. Wauw, wat een WK was dat zeg. Ik denk dat het nu al een beetje gekoeld is met al die dingen. Napraten en weet ik veel wat dan ook. Het begon als eerste met de saaiste wedstrijd ooit. Qatar versus Ecuador. En wat daartussenin gebeurde, gebeurde daartussenin. En uiteindelijk werd het geëindigd met een van de mooiste finales die ik ooit heb gezien. Argentinië versus Frankrijk. Extra tijd, penalties, drama, mission complete. The fairy tale is ended. No debating. Messi, goat. Klaar. Yes. Ik was Ronaldo fan eigenlijk, maar ik respecteer gewoon mensen die het gewoon gedaan hebben. Gewoon voor deze lange periode van tijd. Wat Messi gedaan heeft in de afgelopen jaren, wat hij in voetbal gedaan heeft, he changed the game completely. We gaan voor altijd hier nog over praten naar onze kinderen en onze kinderskinderen. Net dezelfde manier wat toen was gebeurd met Maradona en dat soort dingen. Zo gaan we praten over Lionel Messi. En ook natuurlijk over Cristiano Ronaldo natuurlijk. We kunnen niet vergeten wat zij gedaan hebben. En we gaan natuurlijk in een nieuwe era waar we nieuwe spelers, nieuwe teams omhoog gaan komen. Nieuwe spelers en dat soort dingen. Dat hebben we allemaal gezien in de WK. Spelers waar sommigen wel kennen en die nog... Ja, die nu de sterren van de hemel zijn en weet ik veel wat dan ook allemaal. Het is gewoon bizar. Dus ja, einde discussie. Messi is gewoon de GOAT. He's got a World Cup. We can move on. We kunnen nu gewoon lekker slapen. Nou ja, sommigen niet natuurlijk. Het zit gewoon diep. Hoe ze daar zijn gekomen, weet niet hoe. Saudi-Arabië is de enige team die Argentinië heeft verslagen. Al die andere teams... Landen hadden het kunnen doen, maar ja, scheidsrechter dit, dat, bla bla. Nee, als je goed bent, ben je goed, dan versla je Argentinië. They just won it. Klaar, op voetbal, ze waren gewoon beter. En ze hebben dat gewoon laten zien. Ik had het eigenlijk Frankrijk gegund persoonlijk, maar het is niet anders. Het blijft gewoon een hele mooie WK, hoe je het bent of keert met al die randzaken en alles. Andere landen willen het zo snel mogelijk vergeten en andere landen willen het zo... Echt gaan koesteren wat ze gepresteerd hebben op de WK. Met name de Atlas Leeuwen. Wie hebben er nog meer van genoten? Waarvan je het niet had verwacht. Misschien daartussen in Japan, denk ik. Er zijn zoveel momenten geweest waarvan je denkt van wauw, you know. Daar kunnen teams trots op zijn. Maar er zijn ook gewoon dingen waarvan landen denken van yo... Nou, man, dan had je beter niet kunnen komen, weet je. Sorry. Maar ja, nadat de WK voetbal is gebeurd, we're back playing Premier League. We zijn nu terug. Premier League is nu aan de beurt. We hadden een voorproefje natuurlijk van Manchester City en Liverpool in de Carabao Cup. Vermakelijke wedstrijd, dus je weet wat er te wachten staat in de Premier League. Punten gaan niet zomaar komen als de kerstman op kerst. Dus we gaan ervoor moeten vechten natuurlijk. En op de tweede kerstdag gaat Arsenal tegen... West Ham spelen. Arsenal staat natuurlijk bovenaan. Had ik eigenlijk gehoopt. Als je bovenaan staat voor de WK. Dan heb je nog en nog die voorsprong met 5 of 6 punten. Ik geloof nog steeds 5 punten. Die voorsprong hebben wij op Manchester City. En we gaan er nu gewoon tegenaan. Tegen West Ham. West Ham die het niet zo goed doen. Volgens mij hebben ze de laatste wedstrijden hebben zij verloren. In de Premier League natuurlijk. Dus... We moeten ze natuurlijk niet onderschatten. Premier League blijft gewoon kostbaar. Het is gewoon nog steeds een wedstrijd waar je serieus moet zijn natuurlijk om ze te verslaan. Ze hebben ook spelers die het lastig kunnen maken. Benrahma, Bowen, Antonio en dat soort mensen. Dat soort gasten die daar rondlopen als ze niet geblesseerd zijn of wat dan ook. Dus we moeten op onze hoede zijn natuurlijk. Ik denk voor Arsenal, de meeste spelers zijn natuurlijk fit. Maar daar kom ik later op in. Ik wil... te beginnen met de starting line-up na de WK. En ik denk dat er niet zoveel verrassingen zullen zijn met line-ups en wie er gaan beginnen. Maar ik denk dat dit is wat Arteta gaat doen. Heeft lang genoeg na kunnen denken. Heeft lang genoeg vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Kunnen kijken wie kan bij zijn groep aansluiten. Wie fit is en wie niet fit is. Wat moet er nog tussenin gebeuren? Kunnen we nog spelers aantrekken? We hebben gezien wat de WK zich voor heeft gesteld met allerlei spelers en weet ik veel wat dan ook. Dus veel gaat gebeuren.
met Arsenal binnen het veld en ook daarbuiten natuurlijk. Dus ik hoop dat de zaken zo snel mogelijk afgehandeld moeten worden. Want als je aan de top wil blijven, moet je ook handelingen gaan verrichten die top-notch zijn natuurlijk. Dus de starting line-up. Geen verrassing in goal Aaron Ramsdale. Aaron Ramsdale heeft niet gespeeld in de WK, maar dat is te verwachten. Het is ook moeilijk om een keeper natuurlijk ook erin te zetten als Pickford volgens Engeland het wel goed heeft gedaan. Hij heeft het gewoon denk ik wel redelijk gedaan. Ik weet niet of hij echt met veel dingen naast zat, van wat ik me kan herinneren. Dus Aaron Ramsdale voor mij in goal. En dan gaan we naar de rechtsbackspositie. Dat is Benjamin Blanco. Ja, met hem was ook wat randzaken bezig. Dat hij op persoonlijke reden gewoon niet had meegedaan met de training. Of zichzelf heeft verwijderd van de WK natuurlijk. Ik weet niet of dat allemaal afgehandeld is. Ik hoop het wel, want het was al een maand geleden. Ik hoop niet dat er iets met familie zit. Want dat soort dingen, weet je, dat blijft natuurlijk hangen. Maar ik denk dat hij wel goed voorbereid is om deze wedstrijd te gaan beginnen. Ook al heeft hij die dingen natuurlijk meegemaakt. Wel zonde, je bent gekozen voor een WK. Die kans krijg je niet vaak. Dus, maar ja, je moet verder gaan bewegen. Het is een harde sport natuurlijk. Dus je moet gewoon die stappen nemen die nodig zijn voor jouw toekomst en voor je carrière natuurlijk. Dus Benjamin Blanco gaat daar staan voor mij. De centrale duo, daar wil ik geen veranderingen in zien. Ik wil geen onverwachte dingen, maar daar gaat Gabriel Magalhães gewoon staan. En naast hem gaat William Saliba staan. William Saliba, de tweede plaats geëindigd. Heeft niet veel gespeeld. Ik denk een half uurtje of 20 minuten in de WK. En heeft gewoon training gehad. Dus die twee moeten gewoon fit zijn natuurlijk. Met name met Saliba. Gabriel Magalhães was niet gekozen door de WK om bij Brazilië aan te sluiten. Dus hij gaat daar voor mij staan. Hij is fit, hij heeft meegetraind gedurende de tijd. Dus ik denk dat hij echt ready is om te laten zien van wat hij eigenlijk waard is en wat Brazilië heeft gemist. I mean, je wilt altijd iemand ongelijk bewijzen door goed te presteren. Heeft hij al gedaan tot nu toe, anders staan we niet eerst. Met name ook dankzij hem. Maar hij moet het gewoon verder pakken. En we zien wel wat de toekomst voor Brazilië houdt. Ze hebben al volgens mij een andere trainer aangesteld. Of ze zijn nog op zoek naar een andere trainer. Dus we gaan het zien allemaal. Dus voor mij, dat zijn de twee centrale duo's. Linksback, ik denk persoonlijk dat hij met Kieran Tierney gaat beginnen. Want hij heeft wel in de voorbereiding en in de training heeft hij zijn best gedaan. Ik denk dat hij gaat starten. En ook misschien gedurende de tijd ook handiger is geworden om met dat aansluiting in het middenveld te dat doet hij vaak eigenlijk met Zinchenko, maar ik denk dat Kieran Tierney daarin groeit in die positie. Dus ik denk dat Kieran Tierney daar gaat staan op linksback. En ook met de aanvullende taken die hij heeft, dat hij dat ook kan verrichten. En ook zeker in een uitwedstrijd. Ik denk dat we... Spelen we nou uit of thuis? Ik denk dat we thuis spelen, dus ik denk dat het wel een voordeel zou zijn eigenlijk. Maar hoe je het went of keert, wij zijn een team ook met die veel balbezit zullen hebben. Dus hij gaat daar staan. Op het middenveld, Granit Xhaka. Onmisbaar natuurlijk. Heeft een redelijk toernooi gehad. Wat kan je meer zeggen? Eerst wil je hem niet hebben. Wereld van verschil van vorig seizoen. Nou ja, vorig seizoen was hij ook een beetje aan het groeien en dat soort dingen. Maar die seizoenen daarvoor. Nu pas is hij echt gewoon in zijn element gekomen. Dat hij ook naar voren kan en ook belangrijk kan zijn met assisten en doelpunten scoren natuurlijk. Heel erg bijzonder dat hij deze transformatie is ondergaan. En dat hij dat ook heeft behouden tot nu toe. Dus voor mij gaat hij daar staan. Hij is belangrijk voor ons. Hij is nu echt onmisbaar. Dus Granit Xhaka staat daar. Naast hem natuurlijk Thomas Partey. Zolang hij fit is, zeg ik altijd dat wij gewoon die wedstrijd gaan winnen. Het is echt heel belangrijk dat je die gevecht in het middenveld altijd wint. En zeker als wij een team zijn die echt op balbezit spelen, dan is hij echt onmisbaar in de plannen van Arteta natuurlijk. Dus Thomas Partey gaat daar staan natuurlijk.
En dan aan de buitenkant heb ik Starboy. Ik wou net bijna zeggen Saka. Bukayo Saka. Wereldspeler. Sommige mensen zeggen van ja, doet het eigenlijk niet echt perfect of goed of wat dan ook. In wedstrijden is hij onzichtbaar of maakt geen acties of wat dan ook. Maar ik heb zo'n idee van zolang hij op het veld staat, kan hij wonderen verrichten. En die jongen heeft het ook continu gedaan. Tot nu toe. Dus you know, met zijn doelpunten meegeprikt. Assisten hier en daar. En als hij dat niet doet, dan doet hij ook andere dingen. Dat ook van belang is voor het team natuurlijk. Heel erg. Dus voor mij gaat Bukayo Saka daar staan aan de rechterkant. Aan de andere kant Gabriel Martinelli. De guy met veel vuur. Ik heb altijd al gezegd, die gast geeft altijd 100% of zelfs meer 200% natuurlijk. En dat wilt hij ook laten zien. Het gaan geruchten dat hij een nieuw contract wordt aangeboden. I mean, hey. Laat maar zien. Laat maar zien dat je het waard bent. In het verleden hebben we veel contracten aangeboden aan spelers die in goed vorm zijn. En dan daarna hebben ze gedipt. Maar ik denk niet dat het bij hem gaat gebeuren. Want hij is gewoon van een ander kaliber. Hij is gewoon, heeft een andere mentaliteit. De jongen komt van ver. Wilt gewoon graag laten zien. Het maakt ook niet, gewoon helemaal niet uit wat het bedrag ook zou zijn. Hij gaat zijn best doen. Ook al lukt het niet, dan zie je gewoon dat er 100% effort is. En dat heeft hij ook gewoon zelf gezegd. Dat hij gewoon altijd moet strijden. Altijd moet strijden en altijd blijft strijden. That kid. Let maar op. That kid has a future in this club, man. En hij kan echt gevaarlijk zijn. Dus ja, moet het doorpakken natuurlijk. En in de spits, een hele grote verandering. Eddie Nketiah. Ja, we moeten het maar mee doen. Ja, het is echt jammer dat Gabriel Jesus geblesseerd is. Ook heel raar gevalletje van hoe het is gebeurd. Was hij geblesseerd bij Brazilië en weet ik veel, moest hij niet spelen of wat dan ook. En we zijn hem 3 maanden kwijt of zelfs langer, weet je. Als hij na 3 maanden weer terugkomt, moet hij nog gaan trainen, moet hij nog zijn fitness bij gaan houden. Dus het kan eigenlijk nog langer duren dan dat het eigenlijk is. Dus we moeten het maar voor de foreseeable future moeten we met Eddie Nketiah gaan doen. En ja, ik denk in de plannen van Arteta, van hoe Gabriel Jesus heeft gespeeld de afgelopen wedstrijden. Hij werkt hard. Hij heeft veel invloed in de aanvallen waar wij geweest in zijn. En dat hij de openingen zoekt en centrale verdedigers wegsleurt uit positie en aansluit bij de middenveld. En al die handelingen wat hij doet zonder de bal is heel cruciaal geweest voor onze spel. En daardoor zijn wij ook eerste geworden natuurlijk. Maar dat haalt weer dan weg van zijn goals. En hij heeft kansen gehad. Hij heeft kansen zat gehad dat hij die goals niet. Ja. Die kansen niet benut natuurlijk. En dat is heel erg jammer. Dus nu moet Eddie Nketiah het gaan doen. Of hij het kan doen. Dat is een andere verhaal. Ik hoop dat hij zelfverzekerd is. Ik hoop dat hij gewoon nog vertrouwen heeft in zichzelf. En hij heeft het ook vertrouwen gekregen van de manager. Nou ja, we hebben geen andere optie. Dus I'm like, Arteta gaat zeggen, ja, hey, nu is je kans. Ik heb jou die contract aangeboden. Je hebt het nu. Laat maar zien wat je kan doen. Score gewoon die goals. En dan kan je zien, en dan kunnen we verder kijken. Want er gaan moeilijke wedstrijden komen. En geloof me, we gaan het lastig hebben. Want in de Premier League, niks is gratis. Wij gaan vechten voor die punten. En vooral in deze periode, in kerst, komen die wedstrijden heel dicht op elkaar, met nieuwjaar en dat soort dingen en zo. Dus we moeten echt oppassen. Daarom, want ik weet niet. Ik denk, wij zijn te gevoelig. Ik denk als Arsenal fan zijn we misschien nog net gevoelig aan als wij een nederlaag lijden, hoe wij dan gaan reageren als fanbase. Gaan we dan zeggen van ja, ik wist het wel. Of gaan we zeggen, het maakt niet uit, we'll bounce back. Of gaan we echt naar de feiten kijken van we moeten misschien naar alternatieve oplossing gaan kijken. Maar goed, Eddie Nketiah moet het gaan doen. Hij heeft alleen maar 5 goals te scoren. Meer dan Gabriel Jesus. Dan kan je zeggen van hey, ik heb het wel beter gedaan dan onze nummer 1 spits. Dus ja, ligt in de handen van Eddie Nketiah. Wat vinden jullie van de opstelling? Wat denken jullie? Gaan we winnen? Gaan we verliezen? Gelijkspel? Wat dan ook. Premier League is back. Ik ben back. D5 TV strak in de allermooiste trainingspak. Abonneren en misschien krijg ik dan ooit nog eens andere kleren. Shout out naar jullie. Peace.